Mijn naam is Johan Sietsema. Ik noem mij landschapskunstenaar. Dat heeft ermee te maken dat ik graag in het landschap rondloop en ben. En ik wil ook graag dat ik andere mensen kan laten zien hoe mooi het daar is. En op die manier ga ik ook te werk. Ik kom op een plek. Ik ben aan het kijken wat voor materialen daar zijn. Wat hoort daar thuis? De mensen die daar leven, wat doen die? Wat is de geschiedenis van zo'n plek? En van daaruit ga ik eigenlijk schrijven. Ik ga tekenen. Ik maak enorme hoeveelheden schetsen en tekeningen. En ik schrijf ook veel. Eigenlijk schrijf ik mijn beeld wat ik wil laten zien bij elkaar. En langzamerhand sluipen de materialen in. En daarmee ga ik dingen samenvoegen. En dat dan op die plek zelf, bij voorkeur op de plek zelf. Ook zo nu dan met mensen uit die omgeving daar een beeld, en zoals men dat tegenwoordig ook wel noemt, een installatie van te maken. En, het begin is allerlei tekstjes en dingen die ik schrijf. Ja, zelfs als ik een tekening maak, dan kan ik niet laten om daar ontzettend veel bij te schrijven. Want men zei wel, als we het even aanspreken, mijn tekeningen zien. En daar heb ik een heleboel van. Dat men zegt van ja, maar ik kan het niet lezen, zeggen ze dan. Ik zeg maar, dat is ook helemaal niet de bedoeling, want ik ben aan het tekenen. Alleen dan tekenen met taal. En van daaruit komt langzamerhand een beeld tevoorschijn. Ik ben wel netjes begonnen in Nederland in dingen te doen. Maar je merkt al heel snel dat Nederland heel klein is. Ook kleine ruimtes. Als je daar iets kan doen, dan komt er al gelijk iets van. Oh, we moeten daar rekening mee houden. En we moeten een contract opstellen. En je mag binnen die vierkante meters mag je iets doen. En dat mag wel en dat mag niet. Je krijgt ook hele lijsten erbij. En dat is voor mij ook de aanleiding geweest om verder te gaan zoeken. En toen ben ik met kunstenaars in aanraking gekomen. Land art, artist en anderen. Die op andere delen van de wereld bezig waren. Nou, zo heb ik veel ruimte gehad bijvoorbeeld in de plattelanden van Ierland. Het middengedeelte bij Offaly. Waar men alle lagen van turf heeft afgegraven en waar het alluviale zand tevoorschijn komt. En waar er kunnen geen bomen op groeien, de aardappels werken niet, het graan werkt niet, je kunt er eigenlijk niks mee. En dat is een soort nationaal park geworden. En daarop is men ook aan het kijken van wat moeten we hier nou mee? Nou, ik ben daar naartoe gegaan, ik heb daar rondgezworven en ik heb die restanten van die oeroude bossen die uit het veen gekomen zijn. Want het veen was natuurlijk, het turf was belangrijk, dat stookte men. Maar de restanten die eruit tevoorschijn kwamen, die oude oerbossen, die eikenbossen van 3000 jaar geleden, die gooide men op een stapel. En daar deed men niks meer mee, want ja, dat was, wat moet je ermee? En daar ben ik mee gaan bouwen. En toen heb ik daar dingen gemaakt, weer van het materiaal wat van die plek zelf komt, heb ik daar weer een object gemaakt. En datzelfde ook op Taiwan. Taiwan heb ik net met de bamboemeesters heb ik heel precies het vak helemaal doorgenomen. En zij, bijvoorbeeld een Oosterse manier, is dat je met de natuur meegaat. En ik als geaarde westerling, als uit deze cultuur, wij gaan tegen een natuur in. En ik merkte tot mijn schrik daar dat ik er ook zo eentje ben. Die toch ook wel er tegen ingaat. Ik deed het precies andersom zoals zij dat zeiden. Ik zei, moet je kijken wat je dan krijgt. Dan krijg je een bepaalde constructie, een bepaalde hardheid, een bepaalde kracht in het werk. Wat je niet hebt als je meegaat. Oftewel, het kan veel meer hebben. Je kan er een stevigheid mee opbouwen. Ja, dat kan wel zo wezen, werd me gezegd, maar zo hoort het niet. Nou, ik zeg maar, we zijn niet aan het horen, we zijn aan het zien. Dus dat, die vrijheden, die permitteer ik mij dan wel. Nou ja, dit zijn eigenlijk, als ik aan Hoofddorp denk, dan denk ik ook aan Schiphol. Dat was, en je hoort het ook, dat horen we hier ook. Maar het is wel een hot item eigenlijk van hoe dat gaat met die ontwikkelingen daaromheen. Dus het leek mij een mooi thema om een soort
vechtvliegers, vlechtvlieg en madame tuig, even los, als een soort tuig wat vliegt, te maken en dan om dat te vlechten. En ik dacht, de eerste die moet wel iets weg hebben van een vliegtuig, die moet er wel veel op lijken, want ik kreeg al de opmerkingen van anderen, goh, je bent precies een vliegtuig aan het vlechten. Nou ja, maar daar moet je even mee beginnen, vind ik ook. Ook vanwege de intimiteit van de tuin bij de galerie en zo, bij de plek. Dan moet je niet gelijk heel vreemd worden, want dan, men heeft geen aanknopingspunten. Dus dat is een soort aanknopingspunt. Ook stevig, ook hecht. Langzamerhand mondt hij uit in de cockpit, waarbij de ramen eigenlijk als een soort vogelogen wel lijken. En dat groeit dan uit tot en met, ja, ik heb er een soort delen van wortels aangezet, zodat hij weer wat gaat aarden in de grond, misschien met zijn neus zo in de grond gaat staan, en dat hij dan weer kan bloeien en uitgroeien tot iets wat meer bij de natuur hoort. Wel die motorblokken eraan. En ik ben met een tweede begonnen, want ik wil eigenlijk één hebben vliegen boven het water, dat er nog een paar kleintjes daarbij zwermen. En daarnaast nog één waar ik aan denk van, ja, we zitten ermee, we zitten in de lucht. Dus ik wou een soort stoelvorm vlechten met vleugels, waar je even op vleugels kan zitten en even kunt verwijlen. En misschien ook nadenken over de gevolgen en de situatie van dat hele problematiek waar we mee zitten. Als we aan het allemaal toch wel de wereld over willen vliegen.